Oké, we zijn live op YouTube en alles is gedeeld op Facebook. Volgens mij zijn we zo goed als klaar om te beginnen. Ik ga nog eventjes kort uitleggen wat u juist kan doen tijdens deze Q&A, want een Q&A is natuurlijk iets interactief. Een deel van u volgt mee via Zoom. Dat betekent dat u voor deze Q&A gebruik kunt maken van de knoppen van Zoom. Dus als u beweegt met uw muis, tenminste als u op een computer meevolgt, dan ziet u onderaan een knop Q&A, die staat voor Question and Answer. Als je daarop klikt, dan kan je een vraag doorsturen en dan zal ik die vraag anoniem namens u behandelen. Of ja, anoniem in uw plaats. Voor de mensen die via YouTube meevolgen, jullie kunnen gewoon een reactie plaatsen naast de livestream en dan zal ik hetzelfde voor u doen. Dus ja, deze webinar, hoe communiceer je met overledenen, die draait voornamelijk over uw vragen. Dus stel zeker en vast alle vragen die je nu opkomen. En dan gaan we ons best doen om alles te behandelen. Dan wil ik nog eventjes vragen, Martien, normaal gezien kan jij mij ook horen? Ja, super. Dan ga ik Ja. jou even spotlighten. Voilà. En dan ga ik mijn camera ook aanzetten. Kan jij mij zien, Martien? Nee, ik kan jou niet zien. Ah ja, oké. Jij zit op een computer. Dus kan je eventjes naar rechts bovenaan met jouw muis klikken op het knopje View. Ja. En dan wisselen naar Gallery View. Oké. Oké, Hey, super. Rudy. Dag, Martien. Goed te zien. Hey. Leuk om jou te zien. Fijn dat ik Goed. hier mag zijn vandaag. Ja, ik ben ook heel blij dat je er bent. Goed, dan zullen we gewoon direct beginnen als dat goed is voor jou. Jij wilt misschien nog eerst een woordje uitleg geven of een woordje geven. Dan mag je dat gerust doen als je wilt. Zeker, ja. Ik hoop dat iedereen veel vragen heeft natuurlijk. Ik ben super blij dat er zoveel volk toch is. Omdat ja, het is prachtig weer vandaag. Dus je had ook kunnen kiezen om naar buiten te gaan. Dus ja, dankjewel. Ruben en de kleine bron ook, dankjewel wel dat ik hier mijn passie mag delen met jullie. En ik weet dat er zeker heel veel vragen ook gaan komen. We hebben maar een uurtje, dus ja. Dus ik krijg eigenlijk ook in mijn praktijk, en als ik ga praten over het leven na de dood, heel veel vragen hoe dat je zelf in verbinding kan komen met overledenen. Hoe dat die communicatie tot stand komt. En ja, het is een wereld die veel dichter bij ons is dan dat we ons realiseren. Dus ja, het is een wereld tussen onze wereld. We kunnen hem alleen niet echt tastbaar voelen. En veel mensen denken ook dat je er een speciale gave moet voor hebben om die wereld te ervaren. Maar niets is minder waar natuurlijk. We kunnen die wereld allemaal ervaren. Het is een wereld van liefde. Het is een prachtige wereld. En ja, we zijn natuurlijk onwetend over de dood en ons hart sluiten we uit als we in verdriet zitten. Dus we hebben iemand die we missen. We gaan in rouw en ons hart sluit zich, terwijl dat juist die wereld van liefde ons hart wil openzetten. We laten weten dat ze dicht bij ons zijn en dat ze vooral ons willen helpen, ons healing willen geven door verbinding met ons hart te krijgen, omdat het is een taal van het hart. Ze praten via onze gevoelens, via die hartconnectie. En dan kunnen ze pas healing geven en dan kunnen ze laten weten van goh, kom, je hoeft niet te treuren, want we zijn dichterbij dan, ja, dan dat je denkt. En ze ervaren, als ze daar zijn, ja, als ze daar aankomen, dan zijn ze zich pas echt bewust dat ze met ons kunnen communiceren. Als we hier op aarde zijn en we denken soms dood is dood of het kan niet. Want het is pas als je daar aan die andere zijde bent, dat je pas echt bewust bent van hey, ik kan inderdaad met onze wereld, dan is het voor hen ook die andere wereld, maar met onze wereld communiceren. En dan staan ze eigenlijk te popelen om ja, verbinding met ons te maken en te zeggen van kom, we zijn thuis, het is allemaal goed. En ze zijn thuis, want we komen van die wereld en we gaan eigenlijk ook allemaal terug naar die wereld. Dus ja, het is eigenlijk heel fijn om hen dan ook toe te laten in ons hart. Maar wij blijven na een overlijden meestal ja, met schuldgevoelens zitten. We hebben dingen niet uitgeklaard of we denken soms dat we ja, de overledene of ja, de stervende nog iets tekort hebben gedaan. En vaak praten we de dingen niet uit en
ja, aan de andere zijde voelen ze onze emoties. Dus ze weten wat dat onze pijn en ons verdriet is. En dan, ja, ze komen ook in een ander bewustzijn. Dus ze willen echt laten weten van, goh, zit er allemaal maar niet mee in. We geven jullie healing, we geven jullie troost. En we weten ook wel, dat is, ja, ons aardbewustzijn. Dus je, ja, het is niet meer als normaal dat je hier angsten hebt voor de dood of angst voor wat dat er komen gaat of angst de dingen die we tekort aan de ander tekort doen. Dus daar willen ze ons in steunen en vooral ook die healing geven. En hoe komen we nu in verbinding met die andere zijde? Dat is enkel door in de rust te gaan en in de stilte. En dat is iets wat wij eigenlijk niet echt meer kennen. Omdat we hebben allemaal onze smartphone, we zijn bezig met de zorgen van de dag. En dan zit alles in ons denken en we sluiten ons hart, ons hart en we sluiten ons, ons bewustzijn eigenlijk om verbinding te maken met die andere zijde. En ik heb dat zelf ervaren toen dat... dat zal nu 15 jaar geleden zijn dat mijn vriendin overleed. En ik zat enkele dagen na haar overlijden in zo'n immens verdriet. En ik zat eigenlijk een beetje naar buiten, wat wezenloos voor mij uit te kijken. En plots voelde ik zo'n liefde in mijn hart, zo'n warmte. Dat is iets dat je met geen woorden kan omschrijven. En dat is eigenlijk, dat is het, de connectie. Dan dacht ik, het is... waar dat ze zijn mag. En dat is... dan zet je eigenlijk je verdriet om in dankbaarheid. Want ik zat zo in dat verdriet, in dat immens verdriet. En toch kon ze me eigenlijk laten voelen, het is goed. En ik heb eigenlijk geen moment... Ik heb nog wel verdriet natuurlijk. Ik heb nog altijd het gemis van haar. Hè. Dus we hebben ook altijd wel graag dat mensen dicht bij ons blijven. We missen dat fysieke contact. Maar ik heb dat gemis eigenlijk meer omgezet in dankbaarheid. En dat is, dat is de healing die ze ons geven. Dat we ook naar het mooie kunnen zien wat dat zij ons gegeven hebben. En er is niks mooier eigenlijk. Maar toch, we moeten door het trouwen, we moeten door de pijn. En... als we echt met hen dan verbinding willen krijgen, dat is in stilte een beetje zitten, wat wezenloos vooruit kijken, een beetje mijmeren. Maar het is vooral in ons denken een rustige plek, een open plek terugkrijgen, dat we naar het alfa-niveau kunnen gaan. Omdat als wij heel hard over alles nadenken, dan zitten we in beta-frequentie. En dat is een heel hoge energie, een heel hoge hersenfrequentie, waardoor dat zij geen toegang tot ons kunnen krijgen. Het is pas het moment dat wij in die rust, in die stilte gaan, dat we naar een alfa-niveau gaan. En alfa-niveau is een lagere frequentie. Dat is eigenlijk een soort... dat is eigenlijk een meditatieve toestand. En dan gaan we eigenlijk naar een ander bewustzijn. Dan gaan we naar een hoger bewustzijn. En dan kunnen we die verbinding maken. En er zijn wel technieken om op elk moment van de dag in die alfa-staat te komen. Je hoeft niet altijd te mediteren om in die alfa-staat te komen. Dus het is eigenlijk meer die rust opzoeken, gaan wandelen, de natuur in. Af en toe verbinding maken met ademhaling, de stilte opzoeken in jezelf. En dan, dan kan die wereld zich openen en dan is het zo'n mooie verbinding. En elke dag maak ik contact eigenlijk met dat hoger bewustzijn. Dus elke dag, als ik aan het werk ben toch, moet ik mij verbinden met die hoge frequentie. Want zij leven in een heel hoge trillingsfrequentie. In het licht zitten zij. En dat heeft die hele hoge energiefrequentie. En doordat ik mij daarmee verbind, leef ik eigenlijk bijna gans de dag in dat hoger bewustzijn. En het mooie is dat dat eigenlijk ook heel mijn leven heeft veranderd. Dus ik ben veel rustiger geworden en ik heb me meer... ik vertrouw veel meer op mijn intuïtie. En dat is omdat die stilte... Als je daar in dat hoger bewustzijn zit, dan zit je in de stilte, dan zit je in de liefde. En dan kan het kan heel ons systeem, heel ons chakrasysteem, om het zo te zeggen, kan helemaal openen. En dan krijgen we ook de healing van boven en krijgen we die verbinding met de andere zijde. En vaak zeggen mensen, of dat hoor ik toch geregeld, van goh,
Er is iemand overleden, we moeten hen naar het licht brengen. Maar eigenlijk vind ik dat dat omgekeerd moet zijn. Zij gaan naar het licht. Er is niemand die niet naar het licht gaat. En ze gaan allemaal naar die liefdevolle wereld. En wat dat beter zou zijn, is dat wij ons in dat licht ook gaan zetten, in dat licht gaan, met dat licht gaan verbinden, met die hoge liefdesfrequentie, en dan met hen in contact komen. Dus het is omgedraaid. Wij moeten hen in het daar sturen. Wij moeten met hen meegaan. En zij trekken of zij begeleiden ons ook wel om mee naar die hoge frequentie en daar in verbinding met hen te kunnen komen. En als je daar in dat licht bent, in die pure liefde uiteindelijk, daar is ook geen oordeel, dus ze oordelen niet over ons. En als je daarmee verbonden bent, ja, dan stroomt je leven ook veel gemakkelijker en dan ga je ook veel makkelijker met rouwprocessen om kunnen gaan, omdat je dan weet, ja, het is een helder weten waarom dat iemand overgaat. En je weet, je bent dan ook nooit alleen. Er is altijd die verbinding en dat, ja, dat is het mooie aan. Die andere zijde, vind ik. Dus ja, ik hoop dat je veel vragen hebt. Het is een beetje... Dank, dat was een prachtig voorwoord. Een voorwoord, ja, dat is het. Was heel mooi om te horen, dank je wel. Inderdaad, dus ik zal het nog eventjes kort herhalen voor de mensen die er nieuw bij zijn gekomen. De mensen die via Zoom meevolgen, die kunnen vragen stellen als ze met hun muis bewegen via de knop Q&A onderaan hun scherm. Als je daarop klikt, dan kan je een vraag doorsturen en dan zal ik die anoniem behandelen. Voor de mensen die via tablet of smartphone meevolgen, eigenlijk hetzelfde. U kan tikken op uw scherm en dan ziet u ook die knop Q&A. En voor de mensen die via YouTube meevolgen, jullie kunnen een reactie plaatsen naast de livestream en dan wordt die vraag op die manier behandeld. Misschien eventjes voordat we met de vragen beginnen die binnen gaan stromen, kunnen we eventjes kort reclame maken voor de cursus die eraan staat te komen. Dat is op 15 maart normaal gezien, dinsdag 15 maart, een online cursus spirituele healing, breng onbalans terug in balans. En dat is 5 dinsdagavonden. Hier staat al een klein zinnetje, ik zal het eventjes voorlezen. Jezelf en anderen healen, iedereen kan het leren. Dit soort healing kent geen grenzen en werkt net zo goed op afstand als online. Tijdens de cursus oefen je met je mededeelnemers en ontgrendel en ontwikkel je samen je natuurlijke helende vermogens. Dat is op zich al een heel compacte, mooie uitleg van wat dat die cursus juist is. Is dat genoeg of wil je daar graag nog iets over zeggen? Ja, ik heb voor deze webinar een heel mooi aanbod gedaan in mijn hoofd voor met jullie te delen. Het is wat dat ik eigenlijk zei, als we ons verbinden met dat hogere, met die universele liefde, dan, ja, dan kunnen we niet in verdriet zitten. En dat is eigenlijk ook de healing die we dan doorkrijgen. En dan werken we met onze gidsen, met onze healing gidsen. We hebben allemaal gidsen, maar we hebben vooral ook die healing gidsen die onszelf ook ja, die healing geven die we nodig hebben, zodanig dat we niet in angst moeten leven, ons geen zorgen hoeven te maken over de dingen die, ja, waar dat we geen vat op hebben natuurlijk. Daar gaan we straks wel meer over zeggen, want ik zie dat er al wat vragen binnenkomen. Ja. Oké, bedankt alvast. Dus die cursus begint op 15 maart, 5 dinsdagavonden. En meer informatie kan je uiteraard terugvinden op de website van De Kleine Bron. Goed, dan gaan we beginnen met de vragen. Even kijken. Oké. Moet je hardop praten om contact te maken of mogen deze vragen zich manifesteren in het hoofd? Die mogen in het hoofd gevraagd worden, omdat die wereld die werkt telepathisch. Dus die hebben geen woorden meer. Ja? Dus het is eigenlijk een gedachteoverdracht. Het is als je je gedachten in liefde overbrengt. Eigenlijk is dat zoals dat we vroeger zeiden, we gaan in gebed. En alle gebeden worden verhoord. Dus al uw vragen die je stelt, worden altijd verhoord. Ze kennen natuurlijk geen tijd. En soms zijn we dan ongeduldig om een antwoord te krijgen. Maar
antwoorden krijgen we altijd. En soms kan het zijn dat ineens u via uw intuïtie iets binnenvalt, dat je een idee krijgt of dat iemand van buitenaf u iets komt vertellen of dat je iets leest in een boek. En op die manier geeft ze ons antwoorden. Oké. Dat is heel interessant. En stel dat je dan echt zelf iets wilt vragen, bijvoorbeeld, hè, kan je dat dan, ja, kunnen de overledenen dan uw intentie achter de woorden voelen? Of moet je eigenlijk zelf ook proberen eerder te communiceren via een intentie dan via woorden? Nee, overledenen die zien onze aura, die zien ons niet fysiek. En in onze aura zitten al onze emoties en onze gevoelens. Dus voelen onze emoties en daar voelen ze eigenlijk ook wat dat onze intentie is. Dus we zetten wel een vraag uit of we zenden een vraag naar hen, maar uiteindelijk voelen ze en zien ze ook, ja, zien met hun innerlijke ogen, eigenlijk niet meer fysieke ogen, maar weten ze ook ja, wat dat wij nodig hebben. En soms vragen wij iets, maar geven ze ons iets wat dat we nodig hebben. Niet wat we willen, maar wat we nodig hebben. En dat is omdat ze weten, ja, wat dat ons diepste verlangen is. Nou, dat klinkt en voelt voor mij heel juist en logisch. Dank u wel. Er is een hondje gestorven deze week. En ik kan die nu al voelen. Het is een hond van mijn tante, maar ik mis die zo. Kan dat inderdaad in de realiteit zo zijn, dat die hond is die dat dan gevoeld wordt? Tuurlijk. Honden gaan ook onmiddellijk naar die zielenwereld, naar die spirituele wereld. En zij komen met sommige vragen, oh, gaan die naar een andere wereld? Nee, die komen in juist dezelfde wereld als overledenen. Ik heb dat zelf ervaren met een hond van mijn moeder als die overleden is, dan zei die tegen mij, want ik hoorde dat echt zo met mijn innerlijke oren. Hij zei, ja, zet hem, ik ga al naar daar, want uw moeder haalt het eind van het jaar niet. En ik denk, ja, die gaat gewoon op haar wachten. En het werd eind van het jaar, maar mijn moeder leefde nog. En ik zei tegen de flup, de hond van mijn moeder, ik zeg, wacht, zie je wel? Ik zeg, het is niet. En 28 december is ze overleden. Dus soms gaan honden ook al naar die zijde om op hun baasje te wachten. En ze wachten ook daar op ons totdat wij ook terug daar zijn. Honden, het is dezelfde ziel. Het is ook een ziel, dat is ook een hartsverbinding. Dus je kan die ook onmiddellijk voelen. Ja? Amai, dat is mooi. Dan een ander soort vraag. Komen overledenen ook in je dromen boodschappen brengen? Ja, maar dromen en er is soms wel een verschil, omdat elke nacht gaan wij uiteindelijk uit ons lichaam, treden wij uit, ja, en gaan wij naar die zielenwereld. Dus wij kunnen daar wel contact maken met overledenen. Maar soms kan het zijn dat in een droom dat zo reëel is of zo werkelijkheid, dat precies of dat die overledene echt bij ons is. Maar soms is dat ook wel een verwerking. Ja, in de dromen verwerkt de dingen die gebeurd zijn. En het kan ook zijn dat je naar de andere zijde bent geweest, maar 's morgens kom je terug en je bent vergeten wie dat je daar ontmoet hebt of welke lessen dat je daar gekregen hebt. En dan kom je hier terug en dan kan dat goed zijn dat je de volgende nacht of een paar nachten daarna in een droom dat terug herbeleeft wat dat je daar gezien hebt. En dan kan het wel zijn dat je verbondenheid hebt met iemand die je daar ontmoet hebt. En ik vind het altijd mooi, zeker als je zo'n boodschappen krijgt en of dat dan nu een verwerking is of je hebt echt contact, schrijf dat ook altijd op, want daar zitten vaak hele mooie boodschappen in. En het is ook, ze willen ons daar ook troost in geven, dus dat geeft zoveel liefde, zoveel warmte als je ook in een droom is. Soms, ja, je hoeft, want soms krijg ik ook wel te horen dat tussen slapen en waken dan krijg je eigenlijk de beste verbinding met elkaar. Dan zit ook een beetje, dan zit je niet in die alfa-staat, maar dan zit je in theta en delta. Dan ga je eigenlijk zo meer naar een trance-toestand, slapen en waken. En dan kan het ook goed zijn dat je echt die verbinding met die andere zijde krijgt. En soms hoor ik dat ook van mensen, dat ze in een bed liggen en dat ze dan zeggen van, god, ik heb gevoeld dat ze naast me komen liggen. Of dat ik een hand over mij krijg, of dat ze iemand zien. Dus 's nachts komen ze echt wel, kunnen ze echt wel langskomen.
Ja, omdat dan zijn we veel ontvankelijker voor die wereld, omdat we dan uit ons dagbewustzijn zijn. En ja, we kunnen, als we zo in ons denken zitten, kunnen ze ons niet bereiken. Dus dat doen ze dan het liefst 's nachts of het moment dat je echt naar dat slapen toe gaat. Ja? Ja, dankjewel. Oké. Mijn moeder heeft meer dan 40 jaar geleden beslist om naar de overkant te gaan. Ik heb tot nu toe het gevoel gehad dat zij echt weg is. Geen contact meer en of geen contact meer wenst. Met andere overledenen heb ik wel regelmatig contact. Is een contact alsnog mogelijk met haar? Contact is altijd mogelijk. Ja, en wat dat. Ze heeft al wel contact gehad. Ik denk het wel, hè? Maar wat dat er gebeurt, overledenen die in het begin, als ze pas overleden zijn, hebben ze nog een zwaardere energie, nog een klein beetje die aardse energie. En dan is het veel makkelijker om hen te voelen. Maar hoe langer dat ze overleden zijn, hoe hoger dat ze in die liefdesfrequentie komt en die energie wordt veel subtieler. En dan is het voor ons veel moeilijker om hen te voelen. Ja? Maar toch, ze zijn er en je kan hen vragen stellen en, of een teken vragen en dan kan het goed zijn dat je de volgende dagen ineens een antwoord van hen krijgt. Maar waarom dat sommige overledenen wel doorkomen en sommige niet, daar heb ik ook niet altijd een antwoord op. Want ik heb ook zoveel overledenen en van sommigen hoor ik iets en van sommigen hoor ik niets. En dan vraag ik mij ook af, waarom komen ze? De ene wel, komt heel veel, en waarom de andere niet? En soms, als iemand pas overleden is, dan kan het ook wel zijn dat ze daar even in een rustperiode worden gehouden. Omdat ze, dat het, voor sommigen kan het wel, niet dat het een shock is, maar ze... Ja, ze kunnen schrikken dat ze ineens aan de andere zijde zijn. En daar hebben ze een soort hospitals eigenlijk, waar dat ze in rust gehouden worden. En dan op het moment dat ze bewust zijn van, oh ja, inderdaad, we zijn hier aan de andere zijde, we zitten niet meer in dat fysieke lichaam, dan kunnen ze ons boodschappen geven. En ik vond het eigenlijk een heel fijne gewaarwording van de week. Ik werk af en toe met Ouija-bord en ik had een klein groepje. En de vorige week was er een vrouw die doorkwam die de vorige dag overleden was. Dus overledenen kunnen onmiddellijk contact maken. En dan, nadien kwam mijn grootmoeder en ik had nog nooit of nooit contact gehad met mijn grootmoeder. Ze was ondertussen al 14 jaar overleden. En ik had al dikwijls gevraagd, kom toch eens langs, laat eens iets weten. Maar er waren wat situaties geweest op het eind van haar leven. Of na haar dood uiteindelijk, dat ik eigenlijk ook met heel veel vragen zat. En dat is wat er vaak gebeurt als iemand overlijdt, dat je met heel veel vragen blijft zitten. Dus ik zat met die vragen en ik kreeg dan maar geen antwoord op. En vorige week ineens zag ze er kans via dat Ouija-bord om door te komen. En ze gaf mij zo'n mooie boodschap. En ja, dat voelde ook zo in mijn hart. Dan denk ik, sommigen komen, sommigen niet. Ze hebben gewoon hun tijd nodig. Maar ik heb het gevoel dat als ze willen communiceren, zijn ze er altijd. En heb je geen contact, dat is niet dat ze geen liefde voor u hebben of dat ze het niet willen, maar gewoon, ze kennen geen tijd daar. Dus voor ons is 14 jaar verschrikkelijk lang. Maar voor haar is dat misschien juist, of dat ze het gevoel heeft dat ze, dat dat gewoon gisteren is. Dus... stel je altijd open. Het belangrijkste is dat je voor die andere zijde gewoon een open hart hebt. Dat je het verlangen ook hebt om, en vooral heel veel nieuwsgierigheid. Maar geef ze de tijd om met je in verbinding te komen. En sommigen zijn er direct en anderen hebben dus blijkbaar heel veel tijd nodig. En ik heb met mijn vader ook gehad, met mijn zus. Maar dat is mijn onwetendheid uiteindelijk. Zij waren 30 jaar overleden als ik voor het eerst contact met hen kreeg. Ze hebben misschien al heel vaak signalen gegeven of met tekens gegeven. Ik begreep het misschien niet. En dat kan goed zijn dat haar moeder nu ook nog tekens geeft. Maar ja, in een veel andere energie dan ervoor. Ja, dat je het misschien niet begrijpt of dat je het niet vat. Dus ik zou zeker vragen dat ze ofwel in een droom ook naar je toe komt...
dat ze ergens een teken geeft. Vraagt straks, we gaan straks een meditatie ook even doen. Vraagt in de meditatie dat ze de volgende dagen een teken geeft. En ik weet zeker dat ze dat zal doen. Want ze blijven in verbinding bij ons. Ze blijven ons volgen. Dus ik zou niet weten waarom dat ze ineens weg zal gaan. En ze leven daar verder. Soms hoor ik dat ook van, oh, je moet ze met rust laten. Want dan kunnen ze daar niet verder leven. Nee, ze kunnen zowel bij ons zijn als bij iemand anders, als daar hun werk verder doen. Dat is voor ons iets heel onlogisch, maar het is voor ons een onbegrijpbare wereld. Ja? Maar vraag straks maar voor een teken en ik ben er zeker van dat je erin gaat krijgen. Dank je wel voor uw antwoord. Dan hebben we een vraagje waar we... Ik ben vrij zeker dat we dat hier niet gaan kunnen beantwoorden, maar dan zou ik wel aan u willen vragen, is dat iets wat jij bijvoorbeeld in een consult behandelt? Want er is iemand, en daar zal onduidelijkheid omtrent zijn, die graag zou willen weten hoe dat zijn of haar broer gestorven is. Nu, dat is natuurlijk niet iets voor nu op dit moment, maar is dat iets waar jij mee werkt ook tijdens consulten? Of? Daar kan ik mee werken tijdens een consult, maar... Overledenen geven dat ook niet altijd. Ja? En ik laat het altijd aan hen over wat dat zij willen brengen. En ik had het onlangs ook nog iemand die in duistere omstandigheden overleden was. En die dochters die wouden absoluut weten wat dat er gebeurd was. En die moeder die gaf dat het een hartaderbreuk was. Dat ze eigenlijk in elkaar gezakt was en dat het ineens over was. En die dochters wouden dat niet aannemen. Ze zegt nee, want... Anders moet een blauwe plek op je lichaam hebben. Die moeder geeft dat zo aan. Ja, als het geven is het goed, geven ze het niet, aanvaardt het dan ook zo. Ja, ze willen niet altijd over dat laatste moment praten. En natuurlijk, wij zitten met vragen en wij willen dan weten, maar voor hen is het niet belangrijk. Als in een moment gekomen is, eender op welke manier dat iemand overlijdt, het is een beetje als een blauwdruk. Dus... Je weet, onze ziel weet op welke manier dat hij of zij gaat sterven. Dus daar moeten wij ons... Ja, natuurlijk als aardse mensen willen we dat weten, maar uiteindelijk is dat voor hen niet belangrijk. Het is gewoon hun moment van overlijden. Het is de ervaring die ze ook nodig hebben. Dus als iemand vermoord wordt, is dat ze in dit leven deze ervaring eens willen hebben als ziel. En dat is voor ons moeilijk te begrijpen. Maar toch, elke ziel wil ook zijn ervaringen, zijn levenslessen in het leven krijgen, maar ook zijn stervenservaringen krijgen. En soms geven ze het, soms geven ze het niet. Dan, het is hun vrijheid uiteindelijk ook. Hè? Ja. Oké, dankjewel. En dan ook een interessante vraag. Hoe kan je nog contact hebben met de ziel van een overledene als deze ziel reeds terug geïncarneerd is? Dat is een moeilijk te beantwoorden vraag. Dus dat is een vraag waar je uren kan over praten, over kan filosoferen. Omdat wij zijn maar een deelaspectje van onze ziel. Dus onze grotere ziel zit in de zielenwereld. En als ik sterf, dan ga ik wel terug naar die zielenwereld, maar een deelaspectje van mij kan eigenlijk hier nog op aarde ook zijn. Dus ik, in wie dat ik ben, ik heb in verschillende tijdslijnen eigenlijk ook stukjes van mezelf op aarde. Dus als ik naar daar ga, mijn persoonlijkheid blijft daar. En als ik sterf, dan kan een medium met mij contact opnemen, omdat ik daar wel blijf. En we blijven daar ook totdat eigenlijk iedereen hier op aarde die we gekend hebben ook wel terug naar die zielenwereld gaat. Maar het kan goed zijn dat ik daar ben en dat eigenlijk ook al onmiddellijk een klein stukje van mijn ziel ook al reïncarneert. Maar ik kom wel in mijn groepsziel terecht en wel ook mijn deelaspectje blijft daar. Maar daar kunnen we ook weer terug stukjes van afscheiden en naar de aarde komen. Maar dat is een thema waar we veel tijd voor nodig hebben. Maar je kan eigenlijk altijd, zolang dat je hier op aarde bent, kan je contact maken met iemand die je gekend hebt. En zelfs met...
met voorouders die je niet gekend hebt. Soms heb ik daar ook nog wel verbinding mee. Dus dat kan wel. Dankjewel. Dat klinkt ook weer al heel logisch. En dan hebben we eerder een vraagje voor advies. Ik ben nog onwennig met deze gevoeligheid, dus gevoeligheid voor overledenen. Toch heb ik het... ik heb het dus moeilijk gehad met gevoelens van mezelf en die van mijn 17 jaar geleden overleden grootmoeder. Ik heb bijna iedere dag het gevoel dat ze vanaf mijn schouder naar me toekijkt en ik weet niet hoe ik daar verder mee moet. Er is veel pijn en verdriet in haar leven geweest dat ik aanvoel. Heb je misschien een woordje van advies voor die persoon? Ja, tuurlijk, dat is wat ik er straks ook zei. Wij, als ze overlijden, wij blijven ook met schuldgevoelens, met veel vragen, omdat we hun pijn uiteindelijk voelen. Maar uw grootmoeder die zal heel dicht bij u zijn en ook over de schouders meekijken om eigenlijk te laten weten dat het ook wel goed gaat. En als zij naar de zielenwereld gaan, wij denken dan dat we hen naar het licht moeten brengen of dat we hun pijn daar voelen. Maar uiteindelijk is dit niet onze taak. He, als ze aan de andere zijde zijn, zijn ze terug in contact in verbinding met hun gidsen en krijgen ze daar ook hun spirituele lessen. Dus de pijn of het verdriet dat ze hier hebben gehad, hebben nodig gehad om als ziel te kunnen groeien. En we komen dan terug aan die andere zijde en daar worden we terug verder begeleid om, om daar ook die healing verder te zetten, om als ziel te kunnen verder groeien. En dan de moment dat we daar ook nieuwe inzichten in hebben gekregen, waarom dat we hier die pijn hebben gehad, waarom dat we dat verdriet hebben gehad, en hoe dat we daar op de best mogelijke manier dan op die zijde nog mee kunnen omgaan. Als we dat thema dan verwerkt hebben, dan komen we ook terug naar de aarde om hetgeen dat we daar geleerd hebben ook weer in de praktijk te zetten. Dus wij moeten ons geen zorgen maken of wij moeten hun pijn niet voelen. Ze zijn daar in goede handen. Daar krijgen ze alle steun die ze nodig hebben. En wat dat wij mogen doen, dat is eigenlijk met hen mee naar het licht gaan en hen mee in die liefde gaan voelen. Ja? En natuurlijk, de pijn die we voelen, het is ons eigen verdriet, ons eigen pijn dat we voelen, omdat we gaan naar het verleden kijken en we gaan kijken hoe moeilijk dat zij het hebben gehad. Want dat is hun aards bestaan. Nu aan die zijde hebben ze het veel makkelijker eigenlijk. Ja, ze krijgen alle liefde die ze nodig hebben, alle begeleiding, alle ondersteuning die ze nodig hebben. En ja, blijft gewoon in dankbaarheid voor wie dat ze staan en verbinden we ook met heel veel liefde met haar. Er doet er veel meer plezier mee dan dat je hier ook haar pijn gaat voelen. Want dat is uiteindelijk uw pijn, dat is niet haar pijn. Dat is een prachtig antwoord, dank je wel. Dag Martien. Ik ben heel veel bezig met meditatie en volg momenteel een channeling-cursus. Maar het lukt me niet om die verbinding via het... om via het hart een hoge trillingsfrequentie te maken. Heb je nog tips om deze verbinding toch tot stand te brengen? En wat voel je dan of wat beweegt er dan? Alvast bedankt. Ja, dat is wat dat ik je zeker in die cursus wil leren... in die healingcursus, omdat we ons dan gaan verbinden met die hoge frequentie. En het is pas als je in die hoge frequentie kunt zitten dat je verbonden bent met het hogere, met het intuïtieve, en dat je verbonden bent met de aarde. En dan kan die informatie die ze via je intuïtie doorgeven, dan kan je die ook gaan uitspreken, want dan maak je verbinding met je hart. En dan kan je eigenlijk die woorden die ze geven, het is een taal dat je ook moet leren. Ja, dus ze maken connectie met ons hart, ze maken connectie met ons ziel. En dat gevoel moet je gaan leren verwoorden. En het is pas als je echt in verbondenheid bent met die hogere, met het universum, met die hoge energie, dat ook alle blokkades die eronder zitten, waarom dat je het voor jezelf niet kan toelaten om vanuit je hart, vanuit je ziel te spreken, dan brengen ze healing op, waardoor dat op een gegeven moment je ziel kan openen en de woorden die mogen gesproken worden, ook uitgesproken mogen worden. Dus het kanaal zal er wel zijn. Het is enkel durven in die hoge verbinding komen. En soms hebben we angst om onze woorden te uiten of om die ziel te openen en
ja, daar zit misschien nog ergens een blokkade. Ja, angst om gezien of angst om de dingen uit te spreken. En als je dat leert, als je daar in connectie mee bent, dan opent die ziel en dan komen de woorden vanzelf. Dan bent het kanaal. Ja? Dus er zit innerlijk ja, nog ergens in. Dat hebben we uiteindelijk allemaal. Hè. We hebben angsten, we hebben ons... als kind worden we opgevoed en de best mogelijke manier, onze ouders doen dat op de best mogelijke manier, natuurlijk met bewustzijn dat ze hebben, maar toch hebben wij ergens onze trauma's opgelopen. En ja, met de, erom niet slecht altijd, maar dat is, moet eigenlijk eerst ook getransformeerd worden, die mogen verwerkt worden, die mogen healing krijgen en dan... Eens dat jij goed in je middelpunt staat, goed bij jezelf bent, dan kan die, ja, kunnen die woorden vanzelf stromen. Dus daar zit waarschijnlijk nog ergens. Dus je kan in meditatie, maar ga vooral met dat hoger bewustzijn werken. Ga in die hoge liefdesfrequentie zitten. Want het is van daaruit dat je de connectie maakt, van daaruit dat je dat kanaal wordt om te channelen. Dankjewel, dat is heel bruikbaar advies. En dan ook een veelgestelde vraag. Hoe lang na iemands overlijden moet je wachten om contact te maken? Niet. Dat is wat ik daar straks ook zei, dat vorige week met het Ouija-bord ja, een vrouw doorkwam die de volgende dag overleden was. Ja. En mijn vriendin kwam ook, ik denk dat 2 of 3 dagen later was, kwam zij ineens naar me toe. Ja, dus er staat geen tijd op. En wij mensen zeggen dat vaak, je moet eerst met rust laten. Nee, zet je hart open, vraag verbinding. Eens dat ze daar zijn, ja, het liefste wat dat ze willen laten weten is dat ze goed zijn aangekomen, dat dat goed meegaat. Ja, dat is een amethyst op mijn kast, Christine. Dankjewel. Oké. Okay. Nog een veelgestelde vraag. Er wordt altijd gezegd dat je elkaar dan herkent als je over bent gegaan. Dus als je beide over bent gegaan. Hoe herken je elkaar? Is dat fysiek of herken je elkaars energie? Ik herken elkaars energie. Ja? Want wij identificeren ons met ons fysieke lichaam, maar we zijn uiteindelijk veel meer dan dat fysieke lichaam, we zijn energie. En onze overledenen herkennen ons ook aan ons auraveld. Dus als wij overgaan, nemen we ons auraveld mee. Dus al onze herinneringen, daarom kunnen we contact opnemen met overledenen, al de herinneringen gaan mee, onze persoonlijkheid gaat mee, dat wordt allemaal met onze aura meegenomen en daar herkennen we elkaar ook aan. En daarom denk ik ook dat ze zeggen dat die wereld ook zo mooi is van kleur, omdat ja, die auras die mengen zich met elkaar. Dus dat zijn kleuren die wij hier op aarde dan niet kunnen zien. Maar ze herkennen elkaar aan het gevoelsleven uiteindelijk. Ja? En dat is uiteindelijk ja, het een helder weten, zoals hier ook toen ik contact kreeg met mijn vriendin. Dat is gewoon een helder weten. En soms krijgen mensen ook contact of verbinding met iemand. Heel weinig mensen zijn helderziend. Want we willen altijd in een andere wereld zien. Maar ja, zo werkt het niet. Het is een helder voelen. En vanuit het helder voelen kom je in het helder weten. En als je dan contact hier op aarde met iemand hebt, dan weet je gewoon wie dat er is. Je hoeft niet iemand te zien, je weet gewoon wie dat er is. En dat is daarom de andere zijde juist hetzelfde. Ze weten gewoon omdat het energieveld, de aura, dezelfde, ze herkennen elkaar daaraan. Dankjewel. Zijn onze overledenen ook verbonden met onze kleinkinderen die ze nooit gekend hebben? Ja, dat hoor ik heel vaak als ik contact maak met overledenen, dat ze komen zeggen van oh, we zijn zo blij met de kleinkinderen. Of dat ze echt zoiets komen vertellen over die kleinkinderen. Ze volgen ons verder, dus ze kennen ons leven, ze zien ons. Tuurlijk hebben ze verbinding met onze klein- of achterkleinkinderen. En daar zijn ze heel gelukkig mee dat ze hier ook altijd nieuw leven zien komen. Dankjewel.
Dan hebben we een iets zwaardere vraag. Ik ben ongeneeslijk ziek. Hoe kan ik mij het best voorbereiden op mijn stervensproces en mijn dood? Hele mooie vraag. Dat is heel emotioneel natuurlijk ook. Wat je kan doen, dat is je hart openstellen en eigenlijk de ziel weet ongeveer 3 maanden voordat hij gaat sterven, dat hij naar de andere zijde gaat. Dus je bent wel veel langer bewust dat je naar de andere zijde gaat. En overledenen, die horen dat of die weten dat, dat je gaat sterven. En die staan aan de andere zijde te wachten. Ja, totdat je naar daar komt. En een paar dagen voordat je sterft, maken we ons een beetje los van ons fysieke lichaam. En dan kom je eigenlijk in je innerlijke zintuigen. En vanuit die innerlijke zintuigen ga je in de andere wereld gaan zien. En dan ga je eigenlijk ook al contact maken met je dierbaren die op je staan te wachten. Te horen dat vaak als je mensen in hun laatste dagen zijn, dat ze soms zeggen van, goh, ik heb mijn moeder gezien, terwijl dat de moeder al lang overleden is. Dus vooral de rust, de stilte, zien dat je in een heel aangename ruimte kan sterven eigenlijk. En dat je vooral je zintuigen openzet of in de liefde en de dankbaarheid voor dit leven, niet vasthouden aan dit leven, omdat dan krijg je vaak angst of dan wordt het moeilijker, omdat je wilt je vasthouden. Ja, terwijl dat die ziel, als die zich kan losmaken, weten het aards leven is voorbij. We hebben allemaal onze tijd hier. Waarom dat de ene vroeg had, de andere later, ik weet het ook niet. Maar als er een tijd er is, durft eigenlijk dankbaar zijn voor het aards leven. Mooi afscheid nemen van iedereen die je hier gekend hebt. En dan in alle rust je overgeven aan die ervaring. Want sterven is een van de mooiste ervaringen. Uiteindelijk is het veel makkelijker om te sterven als je het vertrouwen hebt dat je terug naar huis gaat, dat je terug naar de dierbaren gaat, dat ze daar ook op je wachten. Het is veel makkelijker om te sterven dan om geboren te worden. Ja? Dus het is een durven overgeven aan het onbekende uiteindelijk. Maar ze wachten op u. Je gaat ze eigenlijk, als je die laatste dagen bewust wordt, dat ze er... Ja, dat fysieke lichaam loskomt, dan ga je eigenlijk onmiddellijk hun kunnen zien of soms ook hun kunnen raken of weten dat ze er zijn. Dus maak er een maak mooi afscheid hier en wees dankbaar dat je ook naar huis mag gaan. En dat is voor ons moeilijk altijd. Wij moeten afscheid nemen van ons dierbare hier. Dus voor ons is het verdriet. Maar daar zijn ze blij dat je ook terug naar huis komt. En omgekeerd ook. Dus als iemand geboren wordt, is het voor hen ook weer een afscheid nemen. En wij zijn blij dat ze hier komen. Dus het hoort helemaal bij het leven. Maar sterven is een heel mooi proces. Het is iets waar je je echt mag gaan overgeven. Dankjewel. En die wereld die opent zich. Dus je gaat heel mooie dingen gaan zien die laatste dagen. Dus durft u eraan over te geven. Dankjewel. Ja, die persoon die zegt ook dank u en zegt er nog bij, ik wil graag naar thuis. Ja, en dat is echt naar huis gaan. Je gaat goed opgevangen worden. Geen angst hebben voor de dood. Ja, het is de angst voor de dood dat het stervensproces vermoeilijkt. Als je echt in alle rust gaat, dan ben je zo door de poort heen. Want het is uiteindelijk door de poort heen naar de andere zijde gaan. Dank u. Nu, deze vraag die heb je al wel op bepaalde manieren beantwoord. En die zal zeker ook nog in de diepte bekeken worden in de cursus die je gaat geven. Ik ga hem toch voorlezen en misschien kan je nog iets van advies geven voor die persoon. Kan je op een verkeerde manier om hulp vragen, van hierboven,
om je te helpen healen of moet je dat helemaal zelf doen? Ik sta open voor contact met mijn gidsen, maar ik voel hun aanwezigheid nog steeds niet. En je kan hun aanwezigheid niet voelen als we onze aura te dicht zetten. Dus als wij ons niet bewust zijn of we willen iets te sterk, dan sluit onze aura. Maar het is als we onze ziel, ons hart openzetten en ons connecteren met dat hoger bewustzijn, met die pure liefde, die bron, die alwetende bron, dat we de healing krijgen en dat je nooit of nooit verkeerd contact kan maken. En we hebben soms angst dat we verkeerde energieën krijgen, maar als je met licht verbindt, kan je nooit of nooit verkeerde energie voelen of verkeerde healing krijgen. Dan ben je in die bron. En ik heb ondertussen ongeveer 15 jaar dat ik healing geef. En ik heb op verschillende manieren healing gegeven. En nu ben ik, door mediumschap te leren kennen, ben ik op een heel andere manier healing gaan geven. Op zo'n eenvoudige manier eigenlijk. Omdat we zijn allemaal licht, we zijn allemaal verbonden met dat hoger veld, met die pure liefde. En als je daar gaat instaan, dan stroomt die liefde gewoon door je. En dan kan je healing geven. Krijg je healing voor jezelf, je kunt healing naar anderen geven, je kunt healing naar dieren geven, je kunt healing naar situaties geven, maar je hoeft er zelf niks voor te doen. Jij bent het kanaal van waar dat alles gebeurt. En wij moeten niet weten op welk niveau dat er healing ontstaat. Healing kan gebeuren op fysiek lichaam, op emotioneel, spiritueel. Op spirituele laag. Dus wij hoeven soms, kan het goed zijn dat iemand healing vraagt op fysiek niveau en dat er niks gebeurt. Maar soms moet er eerst op een ander, op een energetische of een spirituele manier healing gebeuren voordat het fysiek lichaam kan resoneren. Ja? En dat kan alleen maar doordat je verbonden bent met de healinggidsen die je ondersteunen, die weten op welk... Die je beschermen uiteindelijk ook. En dan kunnen verbonden zijn met dat hogere licht. En dat heeft een heel hoge frequentie om te healen. Maar dat kan ik je leren in die cursus. Ja. Ik wil al eventjes zeggen dat we heel veel vragen binnen hebben gekregen. Mm-hmm. En dat dat heel mooi is. Heel fijn. We gaan zeker en vast niet alles kunnen beantwoorden. Dus, want ik wil nog een meditatie geven bij Ruben. Ja, inderdaad. Dus daarom ook dat ik het zeg. Om aan u eventjes ook te vragen. Wil je dat liefst nu doen? Wil je nog een paar vragen eerst bekijken? Nee, we zullen nog een paar vragen doen. Ah ja, oké, dat is goed. Even kijken. Ook een heel veelgestelde vraag. Is het mogelijk dat je overledenen voelt en dan dus ook met fysiek iets ziet? Dat kan. Als je visueel ingesteld bent, dan kan je inderdaad overledenen zien. En overledenen die werken via ons innerlijke zintuigen. Dus eigenlijk komt hun energie via onze zonnevlecht binnen. En vanuit onze zonnevlecht, onze derde chakra, gaan onze andere zintuigen open. Dus dan komen we bij helder horen, helder voelen, helder zien, helder weten, helder ruiken. Dus als zij daar open langs daar... binnenkomen, om het zo te zeggen, hun energie laten voelen, dan kan het goed zijn dat het bij u het derde oog open gaat en dat je inderdaad overledenen kan zien. Ja? Sommigen kunnen het, sommigen kunnen het niet. Ik ben niet helderziend. Dus ik heb ooit wel eens mijn grootvader gezien toen dat ik 9 was. Maar dan is eigenlijk ook heel die gevoeligheid gesloten. En het is niet belangrijk om overledenen te zien. Het belangrijkste is eigenlijk dat je ze voelt. Ja, daar kunnen ze veel meer raken of veel meer healing geven, veel meer die verbondenheid laten voelen dan dat je gewoon iemand kunt zien. Ja, maar ik denk dat het wel plezant is om ook af en toe je overledenen eens te kunnen zien. Maar fixeer je er niet op, want dan zou je de ervaring van het voelen gaan missen. Ja. Het voelen is, vind ik, voor mezelf veel... veel warmer, veel liefdevoller dan dat je gewoon een overledene kan zien. Ja. En het is ook duidelijk dat er veel verschillende soorten mensen zijn die op verschillende soorten manieren hun overledene waarnemen. Hè. Dus dat kan via gevoelens, via
andere zintuigen zijn. Maar heeft dat te maken met bijvoorbeeld de mate waarin dat uw derde oog actief is? Of heeft dat te maken met uw eigen talenten of uw eigen manier van ontwikkeling of persoonlijkheid? Of met wat heeft dat juist te maken? Ja, dat heeft te maken met je eigen ontwikkeling. En ja, sommigen zijn heel sterk in dat helder zien, dat dat derde oog op kan. Sommigen open gaat. Sommigen zijn heel sterk in het helder horen. Maar het belangrijkste vind ik nog altijd het helder voelen. Omdat je, als je gaat helder voelen, uiteindelijk kom je ook bij het helder weten. Maar al die zintuigen, die kan je trainen. Dus die kan je eerst met je fysieke, je kan met je fysieke ogen iets zien. Dus ik zit hier nu aan een raam, ik zie daar een boom staan. Maar als ik nu mijn oog dicht doe, dan kan ik die boom terug voor mijn ogen houden. Maar dat is voor mijn oog halen, maar dat doe ik met mijn innerlijk oog. Dus hoe meer dat je naar de buitenwereld kijkt, je ogen sluit en naar de binnenwereld gaat kijken, hoe meer dat je die innerlijke zintuigen traint. Maar dat kan je echt gaan leren. Ja, ook heel dat helder horen heel sterk gaan ontwikkelen, het helder voelen ook ontwikkelen. Dus dat zijn, ja, de ene is beter in het een, de andere beter in het ander. Maar je kan elk innerlijk zintuig trainen. Dank u wel. En dat is boeiend. Ja, inderdaad. Dan ook nog een hele interessante, veelgestelde vraag. Horen wij als leden van een gezin steeds tot dezelfde groepsziel? Dat is waar we het er straks eigenlijk een beetje over gehad hebben, dat ook een thema is waar dat je veel tijd voor nodig hebt. Inderdaad, we hebben groepszielen, dus we hebben onze groepsziel. En daarnaast zijn eigenlijk ook andere familiezielen, waardoor dat ik nu als moeder ben, het kan goed zijn de volgende keer dat ik als dochter van iemand anders, of dat eigenlijk al de. Als je een ander reïncarnatie, dat je als ander, ja, in een ander, moet ik het zeggen, als een ander persoon gaat terugkomen. Dus ja, als ik nu bij mijn broer, dat ik dan misschien ik zeg het verkeerd, dus dat je eigenlijk een ander persoonlijkheid aanneemt. Dus dat het daar wisselt, ja. Dus we verwisselen altijd van, ik raak niet uit mijn woorden hier, Ruben. Ik hoop dat ze het begrijpen. Dus, maar je verwisselt eigenlijk van. Dus als je vader bent, kan het goed zijn dat je ineens moeder wordt of omgedraaid. Dus je wisselt. Ja? Omdat je elke ervaring moet meegemaakt hebben. Rol Martin, ja, inderdaad. Dat is het. Dank je. Dank je. Ik kon er niet op komen. Dus je wisselt van rol. Dat is het. Zo is het. Dank je wel. Ik kon er niet op komen. Oh, dat maakt niet uit, dat heb En ik dat ook is vaak genoeg. belangrijk omdat ja, je moet alle ervaringen moet je eens gehad hebben. Ja? En dat Ja. is eigenlijk het boeiende. Dus je moet van elke rol dat je hier op aarde hebt, moeten kunnen genieten. Ja? Want volgend leven komt in een andere rol terug. Dus ja, dan is het plezant om nu deze rol eens goed te ervaren. Ja? En familie, ja, het zijn de moeilijkste dingen. Met familie hebben we meestal de grootste conflicten. Dat zijn de uitdagingen die we hebben. Ja? En dan kom je in een ander leven weer in een andere rol. En Ja, dan dat is leert je daar inderdaad. hetgeen dat je hier gemist hebt of dat je het op een andere manier is wilt ervaren. Ja. Adriaan van Zelst noemt dat altijd het familiecircus. Dat is ook wel een Zo is grappige het. manier om te Ja, zeggen. dat is zo. Dat is zo. Ja, uiteindelijk is het hier een toneelstukje dat we spelen. Hè? En. Ten eerste aan alle spelers en volgende keer draait het en je bent een eigen regisseur van je leven. Het is van je eigen toneelstukje en het is hoe dat jij met de andere spelers omgaat. En vind je dat het toneelstukje niet goed is in dit leven, ja, dan is het aan jou om dat toneelstukje te veranderen, hè? Ja. Ik kan niet zeggen Inderdaad. dat je dan spelers eruit moet zetten, dat kan natuurlijk ook wel, maar dat je zorgt dat je leven zo goed mogelijk is, het toneelstukje zo plezant mogelijk is. Ja, dankjewel. Zullen we anders nog één vraag beantwoorden en dan naar de Ja, oefening gaan? heel Oké. goed. Okay. En ik wil ook wel eventjes zeggen dat ik denk toch wel dat we zeker de helft van de vragen die dat er nog in staan, wel indirect beantwoord hebben. Dus dat is toch ook al een Oké, beetje een soelaas. goed. Ja. Hier. Ik heb onlangs gehoord dat mijn zonnevlecht geblokkeerd is. Kan ik daardoor geen contact hebben met overledenen?
Dat heeft volgens mij te maken met de chakras. Misschien kan jij daar een antwoord op geven. Ja, onze zonnevlecht is natuurlijk onze belangrijkste chakra om te voelen. Dus met onze zonnevlecht, daar gaan we de buitenwereld mee voelen. Dat is ons helder voelen daar. En daar gaan we ook de verbinding krijgen met de zielenwereld. Dus als die chakra geblokkeerd zit, om eender welke reden, dan is het moeilijk om in je gevoelsleven te komen en moeilijk om de buitenwereld en de andere zijde te voelen. Dus dat is voor uzelf, ik visualiseer dat vaak, of ik zeg dat vaak aan mijn cursisten, stel gewoon voor dat dat een zonnebloem is en dat je die zonnebloem gewoon helemaal openzet. En dat je in de vreugde kan, want als je angst hebt of je hebt verdriet of spanning, dan blokkeert onmiddellijk die derde chakra en dat voel je, dan krijg je daar spanning. Dan zeg je, ik heb het aan mijn maag. Maar uiteindelijk is dat die chakra die zich vastzet. En als je dan naar de vrolijkheid gaat en die zonnevlecht helemaal open kan zetten door te visualiseren dat dat een zonnebloem is, dan kan je eigenlijk in verbinding gaan. Maar als dat vaak gebeurt, dan moet je gaan kijken wat ligt er onderliggend, waarom heb je angst van iets, wat zit daar geblokkeerd dat die elke keer slaat. Ja? En dat is dan een stuk persoonlijke ontwikkeling of ook met de healing werken en kijken, wat kan ik hier aan doen om dat stuk open te krijgen. En dat is bij mij ook altijd mijn moeilijkste punt geweest. Daar zitten ook onze emoties. En als je niet naar de emoties durft zien, of je zit in een verdriet, je zit in een pijn, je wilt niet gekwetst worden, dan sluit je dat helemaal. En dat is juist de chakra die zo belangrijk is om met hogere in verbondenheid te kunnen zijn, maar ook om de buitenwereld te kunnen voelen. Want onbewust gaan we met deze chakra ook onze buitenwereld voelen. Ja? Dus ik, normaal gezien, we zitten nu voor de computer, maar als ik dat open, dan kan ik eigenlijk ook Ruben helemaal lezen als ik dit opzet. Nou, sluit ik dat, dan blijf ik goed bij mezelf. Dus dat is leren met die chakras werken, weten hoe dat ze open en dicht moet zetten. Ik zou je voorstellen, visualiseer een zonnebloem en ben je bij heel veel mensen dat dan helemaal open moet staan, want we moeten ook niet altijd helemaal open staan. Visualiseer dan dat het zich een beetje slaat, dat die zonnebloem een beetje dicht gaat. Ja. Dankjewel. Goed, als het goed is voor jou, dan ik vind het heel leuk dat je dat voor hebt gesteld. Dan kunnen we misschien die oefening doen waar je het over had. Ja, dan gaan we een meditatie doen. Ja? Ik kan ze kort houden. En ik vind het wel mooi om jullie dit te laten ervaren, omdat we ons ook gaan verbinden met die universele liefde. En vorige week had ik een demonstratie online en er was nadien kreeg ik een berichtje van een man en die zei al zitten tijdens die meditatie voelde ik niets. Maar we hadden afgesloten en hij was nadien met iets anders bezig en ineens voelde hem die liefde doorstromen. En dat is als we uit ons denken gaan, we gaan de rust in, dan voelde die liefde, dan voelde die heling. En dat is eigenlijk het mooiste wat we kunnen ervaren, vind ik. En dan zijn we verbonden met alles. Dan hoeven we uiteindelijk zelf niets te doen. Het wordt ons allemaal doorgegeven. Ja? Goed, dan gaan we even mediteren. Ik kan even mijn video ervoor uitzetten, want ik kan er soms nog een rare gezichten vertrekken als ik... Goed? Oké, fijn. Zo, dan mag je je ogen sluiten. Dan mag je even rustig in en uit ademen. Volg even je natuurlijke ademhaling. Voel hoe je met elke uitademing meer en meer ontspant. Stel je dan voor dat er vanuit je staat, dus je eerste chakra, de onderkant van je ruggengraat, dat daar een rode koord de aarde in stroomt. Deze koord is je aardingskoord. Het is belangrijk als we ons verbinden met het hogere, dat we zeker goed geaard zijn.
Misschien kan je het niet zien, maar gewoon door je aandacht hier naartoe te brengen, gebeurt het onmiddellijk. Dit is de kracht van de intentie. Misschien krijg je geen rode kleur te zien, maar een andere kleur. Jouw intuïtie vertelt wat er mag gebeuren. Laat het maar gewoon gebeuren. Deze koord stroomt de aarde in. Dan voel je waar je spanning hebt zitten in je lichaam. En deze spanning laat je de aarde in stromen. En voel dat je met elke uitademing dieper en dieper ontspant. Moeder Aarde transformeert de energie die jij niet meer nodig hebt in mooie, vruchtbare, zuivere aardse energie. En stel je dan voor dat er wortels onder je voeten groeien. En die wortels gaan ook diep de aarde in. En dan trek je via je voetwortels de aardse energie omhoog. Je vult heel je lichaam op. En deze energie stroomt ook in je aura. Het energieveld rond je lichaam. Je ademt uit. De energie stroomt de aarde in. Alles wat je niet meer nodig hebt. Misschien ook belemmerende gedachten. Dat je jezelf niet kan verbinden met hogere licht. Onzekerheden. Alles stroomt de aarde in. De moeder aarde transformeert deze energie. En dan trek je via je voetwortels weer die aardse energie op. Omhoog. En laat het ook in je aura stromen. En volg even deze natuurlijke beweging. En stel je dan voor dat er vanuit je hart een prachtig wit licht ontstaat. Zet je hart helemaal open. En stel je hier een prachtig wit licht voor. Misschien kan je het zien, misschien ook niet. Maar weet dat dit licht er gewoon is. Dit is jouw innerlijk licht. Daar zijn we allemaal mee verbonden. Dit is wie we zijn, pure liefde. Met elke inademing wordt dit licht groter. Het vult heel je lichaam op. Met een uitademing wordt het krachtiger en helderder. Sterker en sterker. Ademt in jouw innerlijk licht, wie jij bent, jouw ziel, laat zich meer en meer zien. Maak het maar groter en groter. Dit is wie jij werkelijk bent. Laat jouw licht schijnen. Laat het ook in je aura stromen. Laat dit licht ook deze kamer opvullen. Maak het maar groter en groter, ruimer en ruimer. Het wordt lichter en lichter. En stel je voor dat er boven je hoofd ook een prachtig wit licht is. Universele liefde. De bron van alle kennis. De bron van alle wijsheid. De kracht van de heling. En dit wit licht laat je naar beneden stromen. Door je aura, door je fysieke lichaam. En het maakt ook verbinding met de aarde, met moeder aarde.
zodat al je dromen, al je doelen, al je wensen in vervulling kunnen komen. En dat je ook steeds verbonden bent met je dierbaren aan de andere zijde. Laat het maar de aarde instromen. En dan trek je weer die aardse energie omhoog. Door heel je lichaam, door je kruin. En je maakt weer verbinding met de universele liefde. En dan laat je die universele liefde weer naar beneden stromen. Door heel je lichaam, door je aura. Stroomt als een douche naar beneden. Maak weer verbinding met de aarde. En vanuit de aarde trek je de energie weer omhoog. Maak nu ook weer connectie met je hart. Laat deze energie, het prachtig wit licht, de verbondenheid met moeder aarde, versmelten in je hart. Maak het nog groter en groter en krachtiger en krachtiger. Vul heel je lichaam op. Met dit prachtig wit licht. Maak het nog groter en groter. Ruimer en ruimer. Vraag nu of iemand van je dierbaren heel dichtbij je komt. Nodig iemand van je dierbaren uit. En voel aan de rand van je energieveld. Het kan zijn dat je een beetje druk voelt, wat koude voelt of warmte voelt. Dat je gewoon de liefde in je hart voelt stromen. En weet gewoon dat je dierbare bij is. Zonder verwachting. En ook al voel je niets, weet gewoon dat je dierbare bij is. Als jij hen in liefde uitnodigt, zijn ze onmiddellijk bij je. Laat ze verbinding maken met je hart, met je ziel. Het is een communicatie en verbinding van ziel tot ziel. En voel hun liefde. En blijf even in deze energie zitten.
Dan mag je rustig afscheid nemen van elkaar. Dankbaar voor deze ontmoeting. En weet dat ze slechts altijd maar een gedachte bij je vandaan zijn. Telkens als jij je liefdevolle gedachten naar hen uitzendt, zijn ze onmiddellijk bij je. Misschien kan je vragen om de volgende dagen ook een teken te geven, zodat je zeker weet dat ze bij je zijn. Neem rustig afscheid van elkaar. En dan voel je hoe je voeten weer op moeder aarde staan. Je weer in deze ruimte bent. En dan mag je op jouw tijd je ogen openen. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Dankjewel, Martien. Dat was heel mooi om mee te maken. Het is heel tof dat je nog de tijd hebt gemaakt voor die oefening. Zo belangrijk om in die liefde te gaan staan. Ze zijn zo dicht bij ons. Dus ja. Maak elke dag even contact met hen. En dat wil ik jullie in die healing cursus ook zo graag aanleren. Hoe dat je verbonden bent met dat licht. Hoe dat je verbonden bent met je intuïtie. Nee. Je healing gids, hoe dat je healing kan geven aan jezelf, aan anderen. Dat leven stroomt, ook al heb je het moeilijk, zit in een rouwproces. Uiteindelijk willen ze dat we de draad van het leven terug oppakken. We zijn hier ook maar tijdelijk, dat leven terugstroomt. En dat je ook alle twijfels, al je angsten, zoals de straks van, ik kan niet channelen. Ja, dat zijn twijfels en angsten die er zitten. Dus daar krijg je ook de healing voor, dat alles kan doorstromen. Graag gedaan voor de meditatie. Het is ook om dichter bij jezelf te komen, om jezelf te leren kennen, maar ook al de ballast die we meenemen uit onze jeugd, uit onze kindertijd, om daar ook healing te krijgen, dat je echt de vrijheid kunt hebben om te zijn wie dat je bent. En uiteindelijk, dat is waarvoor dat we op aarde komen, om echt te kunnen zijn wie dat we werkelijk zijn. Dat we kunnen leven vanuit onze ziel en dat alles wat dat voor ons, onze zielsontwikkeling, zo belangrijk is. Dat we daar ook connectie mee krijgen en dat we daar ook contact mee hebben. Maar dat we ook naar ons toe mag komen. Dat wat dat de kwaliteiten, de talenten zijn, dat naar je toe mag komen. En dat is als je in verbinding bent. Met dat hoger bewustzijn. En ik ervaar het voor mezelf, met elke dag daar contact mee te hebben. Ja, mijn leven gaat niet eens veel soepeler dan ervoor kreeg. Ja, anders was het pech. Ja, en nu is het geluk dat je krijgt. Ja? Onze ware ik en onze zielsmissie leven. Zo is het, Christine. En dat is, kun je alleen maar door verbonden te zijn met dat hogere. En zo leer je eigenlijk ook veel meer om in die alfa-staat te zijn. We hebben natuurlijk ons denken gekregen. Nou, en toen moeten we ook denken. We hebben het niet zoveel niks gekregen. Maar je bent veel meer bij het intuïtieve als je verbonden bent met dat hogere. En dan krijg je de antwoorden zonder dat je er eigenlijk iets moet verdoen. Dan valt het je gewoon toe. En blijf in de aardse lichaam en blijven maar in hoofd malen met alles, dan ben je niet in je zielsmissie en dan ben je ook niet verbonden met dat licht. Dus ben je er graag bij. Ik heb voor deze webinar een speciale aanbieding, dat wou ik echt wel graag doen. Dus ik ga vijf dagen geven online, vijf avonden. Dan ga ik één live dag geven. En voor de prijs van, ik had hier gezegd, 150 voor €147. Dus dat is een eenmalige aanbieding voor deze webinar dat ik ga doen. Omdat ik ga met een tijd, zeker omdat er ook een live dag in zit, €200 tot €300 voor vragen.
Dus dat is voor 5 dagen online. Dan ga ik leren hoe dat je verbinding maakt, hoe dat je healing voor jezelf kunt krijgen, hoe dat je healing aan anderen kunt geven op een heel eenvoudige manier. En dan kan je met €100 bij te leggen ook de online cursus volgen. Dan gaan we de live terugkomdag ook doen. En dan krijg je van mij ook een half uur een 1-op-1 sessie. Om te kijken wat dat de blokkades nog zijn, voordat je voor jezelf ook nog healing mag krijgen. Ja, en dan krijg je ook toegang tot een gesloten Facebookgroep om zelfs met anderen te oefenen. En daar geef ik dan ook 1 keer per maand een live healing sessie. Dat is een mooi aanbod. Dat is een mooi aanbod, hè? En je kan inschrijven via jullie, Ruben, via de kleine bron. En morgen gaat dat wel op mijn website staan. Dus dan kan je morgen even kijken wat dat het aanbod juist allemaal inhoudt. Ik heb maar voor 15 personen plaats. Dus het is een aanbod voor een klein groepje. Omdat ik echt iedereen ook wel heel goed wil begeleiden. Dat vind ik ook wel belangrijk. Naam van de website: www.puurintuïtief.be. Hey, ja. Veerle, ik ken jou. Het is lang geleden. Voilà, ik zal dit al even opzetten. Dus hier ziet je inderdaad rechts onderaan nog eens de website. En we hebben ook nog 1 technisch vraagje gekregen. Dat is of dat de onbeantwoorde vragen niet via mail beantwoord kunnen worden. Ja, tijdens deze webinar respecteren we natuurlijk iedereens tijd. Want dit vergt veel tijd en energie natuurlijk. Ja. Dus wij gaan zeker niet nu alle vragen beantwoorden via mail. Maar je kan natuurlijk wel... Even naar de website van Martien gaan, rechts onderaan. Het scherm staat die. En daar zal contactinformatie staan. En dan kan Martien, misschien kan jij dan zelf kiezen of dat je iets wilt beantwoorden of niet. Ik weet niet, klopt dat wat ik zeg? Of heb je liever dat mensen dat niet doen? Of, Ja, mijn mailbox loopt eigenlijk op het moment een beetje overvol. Ik heb echt niet een tijd om mailtjes, maar mooie gelegenheid om nog eens een Q&A te organiseren. Ja, het is dat, inderdaad. Dan kunnen we verder vragen beantwoorden. Ja, ja. De live dag, want ik zag dat hier juist bij Christine verschijnen, die gaat hier in de buurt van Kalmthout doorgaan. Ik weet nog niet, ik moet nog ergens een ruimte hebben, maar ik hou je zeker op de hoogte. Ja, oké. Okay. Ja? Dat begrijp ik volledig. Ja, dat is bij mij ook hetzelfde geval. Dus, maar toch hoop ik dat wij toch met deze extra lange, want we zijn over de tijd gegaan. Ja. En dat is ook heel fijn dat, dat die mogelijkheid er was. Dus hoop ik toch boven, dat we heel veel... Ik ken dus ook geen tijd en ruimte, hè, Ruben. Nee, zijn we maar bezig. Klopt. Maar dus dan hoop ik dat we toch nog een goed deel van jullie vragen allemaal hebben kunnen beantwoorden. We hebben daar vast al echt ons best gedaan. Dus heel erg bedankt ook voor het doorsturen van zo'n grote hoeveelheid vragen. Het is ook een thema dat heel veel vragen oproept, natuurlijk. Mm-hmm. Wat ik nog eventjes wil zeggen, is dat ik zelf ook heel veel genoten heb van vandaag. Dus dank u wel. Ik heb zeker meermaals heb ik zeker die liefdesfrequentie gevoeld. En dat is heel fijn om in die frequentie te zitten. Dus ook samenwerken met u en zoiets doen als vandaag, dat maakt het voor mij, en dat zal ook voor andere mensen zo zijn, makkelijker om bij die frequentie te komen. Dus bedankt daarvoor. Ook voor de mensen thuis, inderdaad, het is heel goed weer. Dus heel fijn dat u vandaag toch ook tijd hebt gemaakt voor deze prachtige webinar. Deze webinar die verschijnt zo dadelijk al direct publiek op YouTube. Dus je kan gewoon naar de YouTube-pagina van De Kleine Bron gaan. Daar vind je direct deze webinar, deze Q&A terug. En dan kan je die dus ook, net zoals eender welke YouTube-video, heel makkelijk delen met andere mensen. Je kan die oefening nog eens opnieuw doen. Je kan teruggaan naar vragen die je misschien ondertussen, waar je het antwoord van vergeten bent, enzovoort. Je kan in de toekomst nog eens teruggaan. We hebben sowieso een heel groot aanbod op de YouTube-pagina van De Kleine Bron, dat alleen maar gaat groeien. Martien de Baeke heeft ook verschillende video's op ons YouTube-kanaal staan. Dus je kan gewoon op YouTube Martien de Baeke ingeven en dan ga je al verschillende video's tegenkomen. Ook heel interessant om die eventjes te bekijken. Deze slide zal ik nog eventjes op laten staan. Bovenaan heb je nog eens de
de meest basisinformatie van die cursus die eraan staat te komen. Meer informatie daarover vind je terug op de website van De Kleine Bron natuurlijk, dus ga zeker ook eventjes naar daar. En dan heb ik denk ik alles gezegd wat ik wou zeggen. Martien, heel erg bedankt om deze tijd te nemen hiervoor. En ik vond het heel tof om u nog eens te zien. Het is ondertussen ja, al ik ook, Ruben. Dank u wel. Fijn dat jullie er allemaal waren. Ik wens jullie nog een hele mooie zondag. Dus het is nog mooi weer. Als je kunt, ga eventjes de natuur in. De natuur is zo belangrijk ook om je te verbinden met jezelf en die rust in te gaan. En dan gaat het die liefde nog meer voelen doorstromen. Heb je vragen over de cursus? Dan mag je me zeker wel een mailtje sturen. Ja? Veerle, ja, het is... ik ben opgeladen in de zon. Veerle, het zal een ander... Oerlemans Veerle geweest zijn. Ik zag het er juist. Ja, dankjewel om dat even te laten weten. Fijn dat je een naamgenoot hebt. Goed, dan zien we elkaar op een ander moment nog eens, Ruben en Margot. Ja. Dank jullie wel dat ik hierbij mocht zijn vandaag en tot later. Ja, tot ziens. Dag.